Mijn gast is een van Nederlands grootste actrices. Ze heeft 3 televisieringen op zak. We kennen haar van Het Klokhuis, De Vloer Op, de tv-kantine... en ze is bekend als gangsterliefje Daniella uit de serie Undercover. Daniella, Adriana, Gertrude van Marken, wil jij met mij trouwen? Ja, dat wil ik heel graag. Grappig, zo reageerden ze ook toen ik vroeg of ze te gast wilden zijn bij de avondshow. Laat je horen voor Elise Schaal. Wat goed dat je er bent. Ja, wat leuk om er te zijn. Wat een warm welkom. Ja, toch? Ja, ja heel ja, goed. We hebben ja, ze goed geïnstrueerd. Zeker. Ja, ik ken ook een paar figuranten. Ja, oh ja? Ja, ja, ja. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Wat fijn. Ja, hoe gaat het met jou? Ook heel goed. Nou, geweldig. Ja, ja, ja. Nou, dan, ja. Dit was het interview. Dankjewel. Nee, je bent hier... Onder andere, er is een nieuw seizoen van Undercover. Van Ferry. Ja, ja, sorry, in ja, de Undercover-wereld. In de Undercover, in de Ferry-franchise. Want ik snap de verwarring. Je hebt meteen mijn verwarring te pakken, ja. Want je moet me even helpen. Ja. Het is Ferry de serie. Ferry de serie. Je hebt Undercover. Je hebt dat, drie seizoenen. 3 seizoenen, maar dat is verderop. We gaan weer terug in de tijd. Dus... En je hebt Ferry de film. En Ferry de film, daar beginnen we. En dan Ferry de serie, die wordt er dan zo tussen geparkeerd. Dus we gaan verder waar de film eindigde. In de tijd. In de tijd. Niet in de werkelijkheid. Niet in de werkelijkheid, dat kan niet, dat is heel lastig. Ja. Maar dan speelt het zich allemaal nog af voordat Undercover begint. Dus Undercover is het laatste? Dat is het laatste. Dan heb je Ferry de film. Ferry de film, Ferry de serie. Die ja. Volgende week, 3 november is het geloof ik, komt die uit. Ja. En ja, daar ga ik nu over vertellen. Ja, nou. Ja, en dat is wel heel knap, want voor de Undercover fans... Die weten dus waar dit verhaal naartoe gaat. Ja. En ja, dus je zou zeggen, wat valt er dan nog te vertellen? Saai. Ja. Maar nee. Nee, niet. Spannend. Nee, want wij zeiden ook van tevoren, moet geen herhaling van zetten worden. Want ja, waarom zouden we het anders doen? Ja. Maar die makers, die hebben dus iets gecreëerd wat echt bloedstollend spannend is. Wat leuk. Ja, dus ik zag het vorige week. Ik heb dus de totale tijd gezien, omdat ze nu allemaal pers gaan doen. En je zou zeggen, goh meid, je hebt erin meegespeeld. Je kent de tekst, ja? Maar nog steeds ook een puntje van mijn stoel. Wow. Ik denk, waar gaat dit naartoe? Oh, dat heb ik ook altijd bij de avondshow. Oh, ja. Hey, hoe was het om Daniella weer van stal te moeten halen? Ja, ik vind dat een heel leuk karakter. Of leuk, ik vind haar heel tragisch. Ja? En dat vind ik interessant. Dus het is een gemankeerde vrouw. Mm-hmm. Wel echt een positivo, die staat heel blij in het leven. Maar dan, ja, ze wil alleen maar geluk. En ze vindt maar niet het geluk. En dan komt ze ook nog die Ferry tegen die haar eigenlijk als grote gangster de verdoemenis intrekt. Ja. Dus arme Daniela. En wat wel heel leuk is aan zo'n prequel, want dat is het prequel. Ja. Normaal bedenk je natuurlijk de backstory voor een karakter. En daar bouw je op voort. Dan ga je in een bepaalde chronologie ga je verder. Ja. Nu ga je terug in tijd. Je denkt dat karakter te kennen. Ja. Maar dan komen de scenaristen met allemaal weer extra info. Waardoor het een soort ontdekkingstocht wordt binnen in dat karakter. Een soort Jacques Cousteau-achtige situatie waarin je ja, nog meer leert. Wow, ik zie gewoon een paar Brabanders met geweren. Maar ja, nee, Arjen. Het gaat veel verder dan dat. Ja. Het grappige is, die serie is geschreven door Vlaamse... Het is een Vlaamse productie. Ja. Dat weten misschien niet veel nee, mensen. Nee, het is volledig Vlaams. Met alleen maar Belgen opzet. Dus jij krijgt ook scripts van Vlaamse schrijvers? In het Vlaams-Nederlands. En nou ja, ik hou heel erg van het Vlaams. Ik vind het vaak poëtischer. Ik vind het beeldender. Ja. Heb jij voorbeelden van Nou ja, en wij moeten dan wel onze teksten, onze dialogen... moeten we dan vernederlandsen of verbrabantsen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, is dus een kleine spoiler. Ik moest in deze serie, in aflevering 1, moet Daniëlle overgeven. Ja. En dat staat er dan zo. Ik probeer mijn beste Vlaams, sorry als het niet lukt. Maar Daniëlle krimpt in. Ze moet kokhalzen, maar houdt dan met haar hand tegen. maar dat lukt niet helemaal. Ze kan niet tegenhouden en de kot spuit er aan alle kanten uit. Als een vettige gazonsprinkler. Vettige gazonsprinkler, dat staat hier nergens. Nee. Dus, ik had daar zin in. Ik dacht natuurlijk, dit is my moment to shine. Ja. Nu krijg ik een ergonomisch kotspak. Ja, ja. Waardoor het aan alle kanten eruit spuit. Ja. En heb je Triangle of Sadness gezien? Ja, zeker. Ik wilde die proporties kots. Minutenlang kotsen. Ja, als het er zo staat, vettige gazonsprinkler. Ja. Maar dan merk je toch, het is België, geen Hollywood. Nee. Dus je moet zelf doen.
Dus je moest echt kotsen? Nou, nee, je krijgt een groentje van tevoren met havermout, sinaasappelsap en croutons. Wat? En dat is... Ja, dat is nog smeriger dan kots. Luister, dat is echt de goorste smoothie ooit. En die moet je dan... Ja, dan kunnen ze dan heel ingenieus editen. Dus dan moet je een slok nemen. Die moet geen bolle wangen maken, want dan zie je het al aankomen. Ja. Dus je moet echt wel... Dus het zit ongeveer hier. En dan moet je gaan. Oh. Nou ja, dat stond natuurlijk niet in één keer op. Ook niet in drie keer. Dus ja, op een gegeven moment... Ja, weet je wel, terwijl ik dit nu zit te vertellen... denk ik, dit was gewoon eigenlijk een truc van de regisseur... om mij echt misschien wel te laten kotsen. Dat bijna was uiteindelijk... Zo, met die gorste smoothie. Oh ja, ja, ja. Maar het is dus allemaal nep. Het is allemaal nep. Moet je ook, ben je goed in nep huilen? Dat vind ik altijd zo interessant. Ja, nep huilen. Ik ben altijd heel jaloers op collega's die de tranenstik krijgen. Wat is en menthol, dus een beetje fix vapelrub, maar dan onder de ogen. Ja. Dat werkt bij mij niet, omdat ik heb lens, ik heb -6. Dus er zit een vliesje overheen. Ik kan uien hakken tot ik een ons weeg. Oh. Maar ik ga niet huilen. En dus ja, ik moet ergens anders vandaan halen. En waar haal je dat dan vandaan? Ja, waar haal ik het vandaan? Ja, als de scène goed geschreven is. En als je bijvoorbeeld een virtuoos tegenspel krijgt van bijvoorbeeld Frank Lammers. Ja. Maar het is niet zo dat ik terugdenk aan mijn eerste huisdier, mijn parkiet Pietje, die opgegeten werd door de poes. Wat overigens wel gebeurd is. Okay. Laat dat duidelijk zijn. Ja, laat dat duidelijk zijn. Okay. En aan dat trauma kom ik niet. Nee, dat is niet dat je daar... Nee. Ik deed net in de show vrij slecht Brabants Limburgs. Ja. Ik kan dat helemaal. Ik kom uit Groningen. Ja. Jij spreekt Brabants in de serie. Hoe vinden de Brabanders dat dat het gaat met je accent? Nou, die zijn daar niet altijd even enthousiast over. Nee, zeker niet. Nee, kijk, ik ben een Rotterdammer. En als iemand probeert Rotterdams te praten, denk ik ook... ophouden. Ja. Doe niet zo moeilijk. Niet doen. Ja. Niet aankomen. Maar nou is de grap, het Brabants wat Danielle spreekt, dat is eigenlijk een mix. Dat is niet één soort Brabants. In Undercover 1 wordt duidelijk, ze is een outsider. Ze hoort er niet echt bij. Dus ik heb gekozen meer voor een mix. Nou heb ik een beste vriendin die opgegroeid is in Vendraai. Verhuisd is naar de Randstad, weer terug naar Eindhoven. En ik vond haar manier van spreken, vond ik echt de basis voor Danielle. Zij helpt me ook als ik er niet uitkom. Dan bel ik haar en dan zeg ik, hoe zou Danielle dit zeggen? En dan helpt Willemijn mij. Dus als mensen zeggen, hé, maar dat klopt niet. Dan kan ik ook zeggen, dat is ook zo, dat klopt ook niet. Dat is een ander soort Brabants. Oh, ja. Maar ze zeggen ook over Frank Lammers, die toch echt wel uit Mierlo komt. Ja. Van, dat is ook helemaal geen Brabants. Nou ja, ik ken geen Brabantser iemand dan Frank Lammers. Dus als wij even slecht Brabants spreken, dan zie ik het maar als een compliment. Ja, ja. Accenten en imitaties zijn een beetje jouw... waar de mensen je misschien van kennen. Van kunnen kennen. Ja. Ja. Nou, sterker nog, toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten... Ja. Lang geleden. Dat is heel lang geleden. Toen was dat omdat jij een imitatie kwam doen. Ja. Dat, weet je dat nog? Ja, dat weet ik heel goed. Dat is eigenlijk een heel raar verhaal, Arjen. Hoezo? Nou, het was 2010. Ja. En ik kreeg nog een bericht via Hives, geloof ik toen, van Tim Kamps. Ja, en Tim Kamps is een goede vriend van jou. En bekend van het cabaretduo Kamps en Kamps. En die zochten voor een nieuwe show, De Stem van Robin de Robot. Ja. En ik weet niet, mensen kennen toch van Robin de Robot? Zeker. Mag ik zeggen, toch? De robot... Drie mensen. Die robotwekkerradio van Bassie en Adriaan. En Tim had via via gehoord dat ik dat kon. Nou, die stem die deed ik al sinds jaar en dag. Al op de middelbare school. Ik was nooit zo populair, maar met die stem oogste ik succes. Ja. Dus die deed ik de pas en te onpas. En ik had maar één catchphrase, namelijk... Bassie, mijn batterij is bijna op. Help, help, help. Ja. Dus kunnen we die horen? Ja, zometeen. Okay. En ik dacht, even wachten. Even geduld. En ik dacht, wat leuk dat jullie me vragen. Ja. Net afgestudeerd. En ik denk, oh yes, ik heb werk. Ja. Dus ik ging daar in jouw... Ja, ik had een studio. Ja, jij had een studio. Dus ik kwam terecht in de geluidsstudio van ene geluidstechnicus Arjen Lubach. Ja, ja. Ja, en we kwamen daar. En wat bleek? Ik kon die stem helemaal niet. Nee, dus er lag een heel boekwerk, een heel script... maar het anatomisch bleek het niet mogelijk. Dus dan begon ik een zin en dan boog hij weer af naar mijn eigen stem. En om hem dan weer te zoeken, ging ik weer naar... Bassie, mijn batterij is bijna op. Help, help, help. Maar dus... die sessie die werd dus heel lang. Dus ik moest de hele tijd weer terug naar die zin. En die hele sessie, in mijn hoofd is dat echt een sketch op zich. Want ik zat met een steeds chagrijniger wordende geluidstechnicus. En twee cabaretiers die heel serieus keken van, wat is dit voor amateur? En een nerveus, net beginnende actrice, die probeerde de robot na te doen. Nou, ik...
Ik kan me helemaal niet zo herinneren. Nee. Nou ja, ik weet wel inderdaad dat het een moeizame opname was. Het was moeizaam. Maar ja. Ik vind het mooi uitgedrukt. Maar daarna, ik stond... Maar het was niet dat we je stom vonden nee, of zo. Oh, gelukkig. Wat doet die troela hier? Oh ja, of zo? Nee, dat niet. Nou ja, ik stond bij de tram met een bosje bloemen, had ik dan van jullie gekregen. Te huilen. Ja, een beetje te huilen. Nee, toen kwam ik in een soort existentieel bassinadrium-vacuum terecht. Omdat ik dacht van, maar my goodness, waarom heb ik dit gedaan? Wie was dan eigenlijk de echte stem van Robin de Robot? Deed Bassie dat? Dat was Gideon van Meijeren, deed dat. Oh! Ja, raar toch? Ik vind je fantastisch, je imitaties ook. Elise, kom alsjeblieft nog een keer terug. Laat je horen voor Elise Schaap. Jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Oh, wacht, niet bewegen. Ik zie dat je je niet geabonneerd hebt op ons YouTube-kanaal. Dus goed dat we daar nu achter komen. Abonneer je maar gauw. Niemand hoeft het te weten. Snel, kom.